Vanaf de herfst zullen we een Steve Jobs school worden. We noemen dat ook wel een O4NT school, onderwijs voor een nieuwe tijd. Soms iPad school. Waarmee we overigens niet zeggen dat straks alles met de iPad gaat. Maar ja, de iPad zal centraler komen te staan. We zitten nu in het computerlokaal van de ARK. Die zal straks vermoedelijk verdwijnen. Wat is een Steve Jobs school precies? Kun je daar iets in zijn algemeenheid over vertellen? Er zijn een aantal uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is dat gepersonaliseerd leren centraal staat. Dat houdt in dat elk kind straks les krijgt op echt het niveau wat bij hem of haar past. Voor elk vakgebied, voor elke leerlijn. We willen verder met adaptief gepersonaliseerd onderwijs. Een stuk basiskennis zal er altijd zijn en zal belangrijk blijven. Maar dat we de focus wat gaan verleggen van kennisstampen naar vaardigheden leren die nodig zijn voor de 21ste eeuw. Kritisch denken bijvoorbeeld, communicatieve vaardigheden. Inmiddels noemen ze computational thinking. Dat houdt in dat je kunt redeneren, dat je logisch kunt denken. Een hele hoop van dat soort andere vaardigheden. Iets anders wat we zien is dat de maatschappij verandert. Er worden hele andere dingen van deze kinderen verwacht dan wat van ons verwacht werd vroeger. Het was helder welke beroepen er waren. Het was helder wat je daarvoor nodig had. En hoe gaat het dan in zijn werk? Zoiets organiseren voor zo'n 150 kinderen op deze school is een hele operatie. Dat betekent dat dat niet past in een leerstofjaarklassensysteem. Dus dat zullen we ook gaan loslaten. We zullen naast stamgroepen, maar daarover wellicht straks meer, zullen we de kinderen elke keer op het niveau en op het doel wat ze moeten leren op die dag of in die week bij elkaar zetten in workshops. Hoe gaat het er dan uitzien? Wat betekent het voor de leerkracht? Ze beginnen de dag in hun coachgroep. Dat zijn deze kinderen, maar dan gemixt met kinderen van andere leeftijden. In die stamgroep vindt al het sociaal-emotionele plaats, de dagopening, verjaardagen, kanjertraining en dat soort lessen. Ze zullen die kinderen overigens bij de lunch en aan het eind van de dag elkaar ook weer tegenkomen. Dus dat is de ene rol van de leerkracht, coach van stamgroep leerlingen. Een andere rol die de leerkracht krijgt is vakspecialist. We zeggen we willen talentgericht gaan werken. Dus een leerkracht gaat straks bijvoorbeeld zich specialiseren op rekenen of juist op de talige vakken. En zal van vooral dat vak dan de instructies aan verschillende kinderen geven. En daarnaast natuurlijk nog een aantal andere vakken, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, etc. Wat betekent het voor de kinderen? Het betekent voor de kinderen dat ze straks niet meer in een groep 5 zitten of een groep 6 zitten, maar dat ze horen bij een stamgroep, wat ik net al noemde. En dat ze daarnaast op gepersonaliseerde doelen instructie krijgen, dat noemen we dan workshops. En daarnaast de verwerking zal plaatsvinden op tablets, op iPads, met adaptieve software. Adaptief wil zeggen dat de software zich aanpast aan het niveau van het kind. En het kind krijgt dus elke keer een sommetje of een taalopdracht of een spellingsstrategie die net ietsje moeilijker is als hij het aan kan en net ietsje makkelijker als het fout wordt gedaan. Nu zien we alle kinderen achter de computer zitten. In de herfst zien we alle kinderen met een iPad door de school rondlopen. Hoe zit het dan met alle andere vaardigheden van de kinderen? De naam Steve Jobs School of iPad School voor O4NT wekt de suggestie dat het straks alleen maar met en om de iPad zal gaan. Dat is niet het geval. Hij zal natuurlijk gebruikt worden, net als nu de computers, om een aantal dingen te oefenen. Maar we gebruiken gewoon nog boeken. Kinderen gaan lezen uit boeken, gaan leren lezen uit boeken, leren schrijven en zullen ook nog een heleboel op papier doen. Nou, als mensen nou precies willen weten of meer willen weten over hoe je te werk gaat, wat mensen kunnen verwachten van deze school, is er dan ergens een plek waar ze informatie kunnen verzamelen? En het is ook verstandig ook, want in zo'n interview als deze kan ik onmogelijk alles vertellen. Ze kunnen naar ons webadres gaan, www.arkheemskerk.nl. Daar hebben we een speciale blog waar ik bijhoud hoe de ontwikkelingen gaan. Elke keer als er een stap wordt gezet, zal ik die daar vermelden. Kunnen ze ook benaderen via www.dearkvoorennieuwetijd.nl. En alle ouders zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.